Morning, ik heb net mijn voedingssupplementen genomen. Althans, ik moet er nog één nemen. En daarna ga ik dit even doen. Want ik heb een aantal medicijnwisselingen die ik door moet voeren de komende dagen. Nu ik klaar ben met die chemo's. Dus dan moeten bloedspiegels goed in de gaten gehouden worden. De medicijnspiegels, zeg maar, de hoeveelheid medicijnen die in je bloed zitten. En hiervoor hoef ik niet naar Utrecht, want ik doe dat middels een bloedspot. En dan kan ik deze formulier opsturen. En dan vul je deze kleine cirkeltjes met een vingerprikje. Bloeddruppeltjes. En dan kunnen ze in het ziekenhuis precies meten hoeveel medicijnen er in je bloed zit. Super handig. Nou, dat heb ik weer netjes ingekleurd. Dat zag ik het zelf. Morning, het is dinsdag vandaag. En ik heb gistermiddag alle datums binnengekregen van mijn radiotherapietraject. Het is verdeeld over 7 weken. Ik moet 4 tot 5 keer per week komen. En ik had een voorkeur uitgesproken voor vroeg in de ochtend. En daar waren zij het ook helemaal mee eens. Omdat mijn artsen het super belangrijk vinden dat ik zoveel mogelijk mijn dagelijkse routines en mijn werk kan voortzetten gedurende die 7 weken. Daarom hebben ze ontzettend veel rekening met mij gehouden en hebben ze alles zoveel mogelijk rond 8 uur 's ochtends gepland. Ik hoop dat ik er net zo blij mee ben als dat ik dat nu ben op het moment dat ik ook om 7 uur of 7:30 moet vertrekken. Maar dat gaan we dan zien. Betekent in ieder geval dat het duurt ongeveer een kwartiertje per keer dat ik daar binnenkom, radiotherapie heb, kwartier later weer naar huis kan en eigenlijk gewoon mijn dagelijkse dingetjes normaal op kan pakken. Ze hebben ook gezegd dat ik de eerste 2 weken waarschijnlijk nog alles prima trek. Maar dat ik daarna, dat daarna eigenlijk bij iedereen de moeheid steeds meer gaat opspelen. Maar dat gaan we zien. Dat is bij iedereen anders. Ieder lichaam is anders. Dus ik kan niks anders dan het gewoon ondergaan en het afwachten. En dan is er nog één ding wat wel heel vervelend is. Ze moeten vlakbij mijn slokdarm zijn. En dat houdt in dat ze ook mijn slokdarm moeten behandelen. Dat gaat niet anders, want daar kunnen ze niet omheen. Het plekje zit daar te dichtbij. Dus dat kan allemaal prima. Dat doen ze ook veel vaker. Maar wat je eigenlijk krijgt, is dat bestraling pakt de snel groeiende cellen aan. Dus niet de gezonde cellen, niet de normale cellen. Maar die worden wel beschadigd. Dus wat je gaat krijgen door keer op keer dat te bestralen, is een soort schaafwondje of een schaafwond bij mijn slokdarm. Sommige mensen hebben daar heel weinig last van. Sommige mensen hebben daar heel erg veel last van en kunnen niet meer slikken. Nauwelijks slikken. Dat is dus wel eventjes een dingetje. Ik weet niet hoe het bij mij gaat verlopen. We gaan het zien. Ze kunnen mij alles geven om te zorgen dat de pijn zoveel mogelijk onderdrukt wordt. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel erg vervelend. En dat betekent ook dat ik mijn eetpatroon heel erg aan moet passen. Dat ik wellicht vooral heel veel moet gaan pureren, koud of zoiets. Maar ja, nou ja, we gaan het zien. Ik laat me niet gek maken van tevoren, want misschien heb ik er wel heel weinig last van. Maar ik mag in ieder geval vol aan de pijnstillers als dit wel het geval is. Goede nieuws is wel dat dit geheel gaat herstellen, want het zijn gezonde cellen. Dus dat komt helemaal goed. Alleen op het moment zelf, die 7 weken en waarschijnlijk nog 3, 4 weken daarna, kun je daar heel veel last van hebben. Het enige belangrijke vind ik dat alles weer goed komt en dat die cellen zich weer herstellen. En dat gaat gebeuren. Dus ik was wel gerustgesteld, maar het is wel iets wat natuurlijk daar heel vervelend uit kan pakken. Maar goed, we gaan het zien. Verder dus de moeheid die erbij komt kijken. En als laatste moeten ze mijn longen heel goed in de gaten houden, omdat het donorlongen zijn. Dus er kan ook een toxische reactie optreden, hebben ze gezegd. Dat verwachten ze absoluut niet bij mij, omdat het gewoon ontzettend goed gaat en omdat ik ook de chemo's heel goed verdragen heb. Maar ze moeten je van tevoren natuurlijk alle risico's vertellen. Dus ook dat zit erbij. Dus dat die longen extreem gaan reageren op die bestraling en bijvoorbeeld een ontstekingsreactie gaan creëren. Dat hoop ik niet, want ik mag niet stoppen tussendoor. Dus we gaan gewoon voor het positieve. Ik hoop dat alles goed verloopt.
Het gaat om het einddoel. Het is natuurlijk allemaal niet niks wat mijn lichaam de afgelopen maanden heeft moeten verstouwen. En wat het de komende tijd weer moet ondergaan. Maar ik weet dat het het aan kan. Dus we gaan er gewoon voor. Verder, de planning van vandaag. Ik ga in ieder geval even alle afspraken in mijn agenda zetten. Niet alle afspraken zijn om 8 uur. Want eens in de 2 weken wil mijn arts mij zien om te kijken hoe het gaat. Dus dan zijn de afspraken wat meer einde van de middag. En ja, ik ga ze even inzetten. En want dan kan ik eindelijk ook een beetje vooruitkijken. En mijn planning ook qua werk en dingetjes daar omheen gaan breien. En ja, we gaan het zien. Vandaag is in ieder geval een hele normale werkdag voor mij. Normaal. Dus let's go back to work. Zo, ik ben weer hard aan het werk. En dit is ons artikel van vandaag. Dat ik binnenkreeg is geschreven voor ons. Dus ja, super interessant weer. Want ik ben gek op deze culinaire pareltjes. In dit geval gaat het om dit restaurant in Zwolle. Ik ga me even niet wagen aan de naam. Want ik weet eerlijk gezegd niet hoe je dit goed uitspreekt. maar... Hartstikke leuk als je in Zwolle woont of als je er een keer komt. Kijk, het ziet er hartstikke leuk uit. En kijk die gerechten, jongens. Heerlijk. Dank Astrid Schreuders voor dit pareltje van een artikel. Wederom voor onze culinaire rubriek. Super blij mee. En ik hoop dat heel veel mensen hier een kijkje gaan nemen. Ja, dus als je het interessant vindt, neem vooral ook even een kijkje op de website. Verder ben ik vandaag niet zelf aan het schrijven. Ik ben vooral mijn mailbox aan het doorploegen, want er zijn weer enorm veel aanvragen binnengekomen. En ja, daar had ik vorige week dus geen tijd voor. Dus dat gaan we vandaag eens eventjes doen. Er is ook weer van alles binnengekomen, maar ik eet eerst eventjes een sinaasappeltje tussendoor. Hieronder liggen wat pakketjes die ook nog uitgepakt moeten worden. Dus eerst even een sinaasappeltje. Oh my god, zie wat er het afgeleverd is. Het giga H&M pakket dat ik deze week bestelde. Mijn hele wishlist, wat vind je ervan? Ik heb alleen nu geen tijd om het te unboxen. Dus dat ga ik morgen even doen, denk ik, voor jullie. Keep you posted. Oké, okay. We gaan eventjes dit op de bus doen. Pip gaat even mee. Kan je gelijk even uitgelaten worden? Hè? Piepie. Zo. Aanvraag en de kaart. In de envelop. Piepie. Dat alles dicht is. Ja, alles dicht. Oké. Okay. Gaat Piepie mee, hè? Gaat Piepie mee? Ik ga hem niet dicht likken. Dat vind ik echt super onhygiënisch. Even nat met een beetje water. Het hoeft helemaal niet. Het is een plakstrip op. Hoe handig is dat? Oké. Okay. Ben je klaar voor? Ben je klaar voor? Thank you. Zo. Ja. Zijn we er klaar voor? Ja, ja. Ik ben binnen. Dan kun je net zo met je camera. Dit duurt wel eventjes. Kijk wat een mooie boom hier staat. Heel cool. Oké, ik wil jullie even wat laten zien. Want mijn ouders eten namelijk warm vanavond. Maar ik ben de hele dag al behoorlijk misselijk. Dus ik wil wel goed eten. Maar warm eet ik eigenlijk niet naar binnen. Dus dan eet ik altijd koud. Dat lukt namelijk wel. Dus mijn moeder heeft dit voor me klaargemaakt. Allemaal groentes. Hier nog lekker wat aioli waar ik de komkommer in kan diepen. Van kwark als basis voor... De wrappies, die vul ik met dat cheese flakes voor de eiwitten. En dit vind ik op de een of andere manier wel lekker. Er zit ook veel eiwitten in en calorieën, dus dat drink ik erbij.
En dat is mijn diner. Als ik misselijk ben. Oh, en hier is nog een beetje rode ui. Morning, het is woensdag vandaag. Ik heb gisteravond toch eventjes alle items geprobeerd uit de H&M-box die aangekomen was. Een deel daarvan moet weer terug, omdat ik het gewoon weg niet pas. Overal dezelfde maat van XS, maar dat verschilt nog wel eens extreem bij winkels als de H&M. Dus helaas, sommige items moeten terug. Ik heb besloten om jullie de items te laten zien die wel passen en die ik wel hou. Ik begin eventjes met 3 tassen. Deze zag ik een tijdje geleden op de website. Ik vond hem gelijk helemaal geweldig. Hij is wat groter. Hij kan niet dicht aan de bovenkant. Maar ja, dit is echt zo'n alleskunner. Ook eentje waar je gewoon snel je boodschappen mee kan doen. En ik vind het persoonlijk heel erg handig omdat ik ook bijvoorbeeld Pip erin kan doen. Hij is iets kleiner dan ik verwachtte. Dat is alleen maar extra goed, want ik ben zelf natuurlijk ook niet zo groot. Dus ik denk dat hij superleuk past. En hij was er ook in een ander patroon met iets andere kleuren. En ik kon eigenlijk niet kiezen. Dus ik heb besloten om ze allebei mezelf cadeau te doen. Zeker omdat ik alles eigenlijk gekocht heb met 20% korting. In verband met Elle Fashion Weekend. Dus dit is de eerste. En dit is de tweede variant. Daar zit een donkere naad in zoals je ziet. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik vind hem net wat stoerder dan die andere. Ja, en ik kon eigenlijk gewoon, wat ik zei, niet kiezen. Er zitten ook donkere details op de handvatten die die ander niet heeft. En dat maakt hem gewoon net eventjes wat stoerder, vind ik. Dit is trouwens de binnenkant van de tas. Ik moet het even met één hand doen. Hij is dus gewoon open. Er zit wel een zijvakje in. Dus je moet er niet hele dure spullen in doen die er zo uitgehaald kunnen worden. Maar voor boodschapjes en ik dus voor Pip onder andere. En wat losse spullen kun je dan natuurlijk gewoon perfect gebruiken. Dus ik vind hem echt super leuk. Dus deze twee hou ik sowieso. Ja. En vlak voordat ik uit wilde checken, zag ik deze staan. Nou, die vond ik echt helemaal geweldig. Hij is een beetje van dat wikkerspul. Hoe cute is dit? Echt zo leuk. En de hendels zien er zo uit. Even eruit halen. Dus hier heb je de over shoulder strap. Die heeft dit printje. Ja, ik vind hem gewoon heel erg cute. Dus daar ga ik heel veel plezier van hebben. Gedurende de zomermaanden. En daarnaast was ik op zoek naar een paar lekkere sweaters die ik aankom tijdens mijn radiotherapie. Als ik heel vroeg de deur uit moet. En ik gewoon een comfy outfit aan wil trekken. En deze trui, ik hou normaal helemaal niet van echt branding op kleren. Maar deze vond ik op de een of andere manier zo grappig. Dus hij valt wel groot, dus bestel hem een maatje kleiner. Maar ik vond hem echt heel erg leuk. Dus deze hou ik ook. En dan eentje waar ik eigenlijk stiekem een beetje over twijfelde. Omdat hij wel wat groter valt. En ik ben helemaal niet van de baggy of de oversized kleren. Ik vind dat echt heel erg lelijk. Net alsof je kleding aan hebt die gewoon van je oudere, grotere zus is of zo. Dat je zelf geen eigen kleding hebt. Ik vind het gewoon niet flatteus. Absoluut niet. Dus dat koop ik eigenlijk nooit. Deze valt ook niet echt oversized hoor. Maar hij valt net wat groter bij de armen. De schouders vallen wat groter. Maar ja, ik vind hem toch wel heel erg leuk. Ik vind de kleur ook heel erg leuk. Er staat Monaco op. En toch besloten om hem te houden. Mooie kleur. Lekker vrolijk. Dan deze top. Het is echt heel grappig materiaal. Super mooie kleur. Iets bredere hals, wat je nu niet kan zien. Maar ik ga nu niet alles aantrekken. Daar heb ik gewoon de energie niet voor. Maar hij staat heel erg leuk. Apart stofje. Leuke knoopjes erin eigenlijk. Een soort, dit is hoe de stof eruit ziet. Hartstikke leuk. Dus ook de kleur vind ik heel mooi. Dus helemaal blij mee. Je kan zo absoluut niet zien hoe die valt. Hij valt ook zeker niet zo lang. Dus ik zal hem binnenkort gewoon eens aantrekken. En dan kun je het wel zien. En tenslotte heb ik 3 tops gekocht. Die echt zijn als basics onder bijvoorbeeld jasjes of zo. Deze vind ik ook echt super mooi. Hele mooie kleur. Het is een beetje een linnen mix. Hij valt iets wijder. En je kan hier natuurlijk niet echt fout mee doen. Dus deze heb ik sowieso gekocht. En dan heb ik nog 2 hemdjes met kant. Dat zijn deze. Deze is lichtblauw. Oh, het labeltje zit verkeerd.
Deze is lichtblauw, super mooi. Je hals, daar deed ik het eigenlijk om. Want dit staat gewoon heel mooi onder jasjes of onder bijvoorbeeld een trui met een V-hals. En dan heb ik ook nog de gele variant. Staat ook echt super mooi. Ik kan geel op de een of andere manier goed hebben in mijn gezicht. Dus lekker vrolijk voor de komende maanden. Ik had deze ook in het bruin besteld. Echt een super mooie chocoladekleur. Maar wat ik net zei over de maten was hier dus heel erg van toepassing. Die viel namelijk vele maten groter dan deze. En die blauwe. Terwijl het gewoon precies dezelfde maat was. Jammer, maar die is dus terug. Dus dat is wat ik bestelde bij de H&M. Ik zal de komende tijd wat outfits mee combineren, zodat je het allemaal wat beter kan zien. Oh ja, ik heb ook trouwens nog deze clip besteld. Haarclip. Super mooie kleur vond ik. Een beetje dat matachtige wat je nu veel ziet. Lekker groot ook. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee. En dan ga ik me nu eventjes heel snel klaarmaken. Want ik ga mijn moeder eventjes wat winkeltjes opzoeken. Dat wilde ze al een tijdje. En we moeten natuurlijk allebei uitkijken voor mensen om ons heen. Want ook zij mogen natuurlijk niet ziek worden. Het is vandaag woensdag. Dus we hopen dat het dan wat rustiger is in de winkels. En ja, ik denk dat jullie ook even meenemen. Oh, en ik draag trouwens vandaag deze roze trui met een half kolletje en deze superleuke paaltjes op de mouwen. Simpele outfit met een spijkerbroek. Nu nog mijn sloffen, maar daar gaan zo meteen mijn schoenen onder. Gewoon lekker praktisch outfitje voor als ik moet werken de hele dag en als ik moet shoppen. Daar doe ik mijn mooie beige jas overheen en dan ben ik weer helemaal ready to go. Ik doe weer eventjes het trucje met mijn infuusbolletje. Die zit namelijk hier in mijn gewone tas. Moet het draadje net lang genoeg zijn. En dan kan ik mijn gewone jas aan. Want normaal draag ik het in een buideltasje. En dan kan ik natuurlijk deze jas niet dicht doen. Dus ik doe het even zo. Even kijken. Dat het draadje hierachter. Nou, dat is totaal onzichtbaar. Zon een beetje op. Deze vandaag. Zo. Ready to go. Oh, nou, het is mooi weer. Het waait wel een beetje. Oké, okay, we zijn er. Eerst even het H&M pakket retour. De box wordt gedragen. Hoe cute. Vind je het leuk? Oh, jou niet van roze. Oh, oké. Okay. Het is inderdaad een stuk rustiger dan in het weekend. Mooie kleur blauw. Nou, mama is geslaagd. Hè? Geslaagd? Volgende winkel. Zo mooi weer. Is dat twee dagen? Ja. Kijk dan. Hoe is die zo open houden? Heel grappig. Ja, met die knoopjes. Kijk dan hoe leuk dat in de zon is. Ja. Heel leuk. Heel leuk. Oh, je hebt hem ook in het beige, joh. Dat vind ik helemaal top. Hoe maat is dit? Deze is ook echt heel schattig. Nou, ik vind dit dus al minder, want dit doe je dus op je buik, knopen. Ga je dat heel erg accentueren, vind ik minder. Ik vind het wel heel schattig. Die mouwtjes heel leuk. Cute. Hi.
Dat was wel grappig hoor. Dat doen ze heel leuk hoor, echt. Nou, wij zijn eventjes gestrand op het terrasje. Het eerste terrasje van dit jaar volgens mij, hè? Ja. Ik neem lekker een warme chocolademelk met slag gewoon. Kijk maar. Hi, Pippi! Hi, Pippi! Kijk maar. En vanuit hier gaan we gewoon weer naar buiten. En de apotheekfietscourier kwam hier net. Die heeft net alle medicijnen gebracht. Dus dat is ook binnen, super fijn. En dan ga ik nu nog heel eventjes buiten zitten. Met mijn collageendrankje. Even wat vocht. Zo? Zit je lekker? Kijk dan, je zit er goed bij. Hè? Huh? Pippi. Zit je lekker? Zit je lekker? Hi! Kom maar, Snuffie. Hier. Kom maar, in de zon. Nou, daar komt de tweede mand aan. Lig eens hoor, Henkie en Henkie. Jongen, 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 wat een leven. Lekker, hè? Ja. Oh, zo lekker. Zie ze kijken dan. Ja, hij vindt het wel heerlijk in de zon, want hij gaat in de woonkamer ook altijd in het laatste strookje met zonlicht, gaat hij altijd zitten. Ja, maar toch is Pip liever buiten dan Snuff. Ja, klopt, buiten sowieso. Oh, Pip is weer gaan liggen.